verleden jaar ben ik ook geweest bij de Affordable Art Fair. Dat heeft mij eigenlijk aan het kunstdenken gezet. En daarom ben ik er nu weer. Ik heb in de tussentijd ook een kunstwerk gekocht. Een andere galerie dan hier. U werd aangetrokken door dit gouden kunstwerk? Door die billen, ja. Vanwege de billen? Vanwege de billen. Die vind ik mooi, die billen. Puur goud. Puur. Ja. En ik begreep, dit is uw zoon? Dat is mijn zoon. En die wilde u, ja, en die wilde u een model laten staan? Ja. U gesuggereerd? Ja, 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 hij is amateurmodel. Hij wil net als Epke Sonderland wil hij ook zo staan. Oh, die hangt hier al, hè? Ja, dat weet ik. Maar zoiets wil hij ook. Nee, dat hoef ik niet. Ik hoef het zo niet in mijn maken. Nou, het is toch bijna, het is nog gedekt. Toegedekt. Ja, maar het, is nog, het lijkt me niet echt prettig om daar zo te staan. Dat is echt, nee, dat lijkt me niet echt fijn. Maar zo'n buik zou ik wel willen hebben, ja. En dat gaat me ook vast wel lukken, weet je, bij de sportschool. Oh, je hangt iedere week, iedere paar keer in de week in de touwen? Ja, met mijn vader. Oh, je vader heeft een sportschool? Nee, maar ik en mijn vader gaan naar de sportschool. Oh, dus je hebt een goede trainer eraan. Ja, maar dat... Zou u het wel doen? Wat? Zoals Epke? Ja, maar die leeftijd heb ik gepasseerd. Wat zou u het doen? Als ik dat... De schaamte figuur... voorbij? Nee, ik zou het wel doen. Ik zou het wel doen, ja. Ik zou het wel doen. Ja, dat wel. Ik ben niet verlegen of zo. Dat niet. Maar jij doet het niet? Hij is mooi, ja. Nee, ik zou het niet doen, nee. Nee? Wel gewoon met een broek aan, wel. Maar niet... Maar zo staan links. Broek aan, broek uit. Ja, nee, dat al helemaal niet. Waar komt het jong mens vandaan? Uit de toiletten van Paradiso. Uit de 80e jaren. Gemaakt door de fotograaf Max Natkiel. En die heeft een heel bekend boek gemaakt. Het heet Paradiso Stills. Het zijn oude foto's die nu opeens weer boven water zijn gekomen? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En je staat ermee in Westerpark. Ben je eventjes uit je eigen galerie gestapt? Het blijft West, ja. Go West, young man. Welke waarde hecht je aan zo'n betaalbare beurs, zoals ze zichzelf noemen, hier in Westerpark? Nou ja, elke beurs waar je goed verkoopt, vind ik uitstekend. Mijn enige criterium of je wat verkoopt of niet. Die hele inhoudelijke toestand van de beurs, die kan me gestolen worden. En ik heb nu ook de keuze van meneer Malas in de gashouder. Moet je echt ook even naar kijken. Misschien moet ik je wel even meenemen zo. Vlag van AAA. AAA-status? AAA hebben we onszelf gegeven natuurlijk, dat begrijp je wel. En het zijn drie galerieën. Witteveen, Culture Speaks en meneer Malas. Het is de beroemde kunstenaar Fabrice. Ja, van gezicht wel bekend natuurlijk. Uit West, ja, ja, ja. Heel West is hier vertegenwoordigd. Nou, het is inderdaad weer helemaal hip, hè. Dus ja. Ik heb een mooie nieuwe galerie gebouwd. Bij de Jacob van Lennepkade 137 huis. En precies aan de andere kant van de Vondelpark ben ik bezig met het bouwen van een heel groot mozaïek in de Cornelis Schuitstraat. Dus dat wordt een knalding. Dus ik ga er 's ochtends vroeg op weg en dan ga ik het Vondelpark over in het Rijke Zuid. En dan kom ik weer in het West aan de andere kant van het park. Dus beter kan je niet hebben gewoon. Hartstikke leuk. Geweldig, geweldig. Ja. Veel plezier. Dank je. Dit is schabrauw, met 3 verschillende soorten smaken. Oh, wat lekker. Lekker, hè? Ik wil ze alle drie. Alle drie? Ja. Zal ik vertellen wat het is? Ja. Komkommer, limoen en munt. Ja, heerlijk. Dit is watermeloen met rozen. Alle heerlijk, heerlijk. En sinaasappel met lavendel. Ja. Alle drie door elkaar. Nee hoor. Oh, yo. Wil jij die drinken? Ja. Dan moet ik mijn camera even voorzetten. Nou, dat doe ik zo wel. De middelste. Ja, ik ook. Het is gewoon mineraalwater. Dit is gewoon mineraalwater. Zonder alcohol dus. Zonder alcohol. Helemaal met een lekker smaakje en keertje. Helemaal halal. En kijk, is dat leuk? Hallo, ja, dat mag je niet opeten. Die slakkenhuisjes. Er zijn geen bonbons, hoor. Nee, dat begrijp ik. Dankjewel. Even testen welke echt... de lekkerste is. Nou, deze kan alleen maar de lekkerste zijn. Ja, kom. Bedankt. Brengt Gert hier in Westerpark? De kunst. De kunst? De kunst en de mensen. Ja.
Ben je een kunstverzamelaar? Nou, heel op een zeer kleine schaal. Kijk, dit is de man als trofee. En dit is de droom van iedere homoseksueel. Twee verliefde, verliefd stelletje. Prachtige foto. En kijk eens, een hele jonge Rob Scholten. Ja. Maar toen al zonder benen. Echt waar? Ja, kijk, dat zie je toch op die foto. En dit is natuurlijk mijn grote ster, dat is Max Snow. Het is allemaal van Snow? Ja, het is allemaal van Snow. Ja. Wat voor werk breng je nou hier? Nou, eigenlijk werk wat ik eigenlijk het liefst zelf wil houden. Eigenlijk helemaal niet wil verkopen. Maar ja, ik moet ook wel eens een keer de huur en onkosten betalen als het echt niet anders kan. Dus hier ben je zelf een beetje op uitgekeken en dan denk je van ik gooi het in de opruiming in Westerpark. Ik heb helemaal niet op uitgekeken. Dit wil ik gewoon eigenlijk zelf houden. Maar ja, ik moet het wel verkopen. Ik moet toch een soort, hoe heet het tegenwoordig, cashflow organiseren. En het schept ook weer ruimte om weer iets nieuws aan te kopen. Ja, maar dat heb ik altijd gedaan. Dus, maar het liefst wil ik het eigenlijk allemaal zelf houden. Kan je er moeilijk afstand van doen? Ja. En ik vind het ergste moment dat als er iemand komt en die zegt, nou die wil ik wel hebben. Dan denk ik, nou ik verkoop het, ik ga het niet verkopen, ik hou het zelf. Maar ja, dat kan niet als je galerie bent. Heel vervelend eigenlijk, ja. Ik ben assistent van de galerie van de heer Malas. En wat brengt mij hier? De AAF natuurlijk, de Affordable Arts Foundation, of hoe je het noemt. Ja, ik vind het heel leuk tot nu toe. Het is nog wel een beetje rustig, maar dat gaat denk ik wel goed komen. Ik hou heel erg van spelen tussen het mannelijke en het vrouwelijke en een beetje dat de grens opzoeken. Maar je zou mij nooit met een pruik op hooker heels en make-up... Foundation fantastisch, maar meer dan dat gaan we niet doen. Oh, ligt een beetje kleur. Je kleurt een beetje bij. Ik heb wel een beetje kleur hoor. Dus anders. Als je hier lang genoeg staat, krijg je wel kleur, want het wordt hier erg warm. Dan, ik had eigenlijk deze trui niet aan moeten doen. Maar... Nee, maar het staat wel heel leuk. Ik dacht eerst, hij heeft een charmante assistente ingehuurd. Nee. Maar dat is een beetje, dat kom je vaker tegen. Is het toch de androgyne? Ben je de androgyne man? Zo zou je me kunnen noemen, ja. Maar ik hou mijn piemel gewoon vandaag binnenboord, denk ik. Dat, ja, en eigenlijk, officieel waren rokken natuurlijk ook bedoeld voor mannen. En ik weet niet wanneer het ooit gebeurd is dat vrouwen de rokkenmode overnamen. Maar de vrouwen hebben de rokken van de mannen afgepakt, die dus. Die hebben alles overgenomen van ons, dus dat is eigenlijk best jammer. Waar kom je vandaan? Ik ben geboren in Brazilië, maar ik woon in Amsterdam. Ja, maar je klinkt behoorlijk Hollands. Ja. Nederlands. Nee, dat klopt. Ik woon nu van de 24 jaar dat ik leef, woon ik er 23 in Nederland. Oh, dus je bent gewoon Nederlander eigenlijk. Je bent alleen abroad geboren. Zeg, en wat boeit je zo in de galerie in het algemeen? Nou, ik studeer kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En ik studeer museologie aan de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten. En dus ik ben altijd al een kunstzinnig type geweest. Ik heb heel lang gedacht dat ik zelf kunst wilde gaan maken, maar uiteindelijk ligt mijn passie daar niet. Uiteindelijk ligt mijn passie meer bij het samenstellen van exposities en soortgelijke tentoonstellingen. Heb je een beetje ruimte gekregen van meneer Malas om hier zelf ook mogen aan te geven wat je wel en niet leuk zou vinden wat hier moest hangen? Hij is nogal strenge meester, heb ik me laten vertellen. Het valt dus eigenlijk heel erg mee. Je moet weten, je kan hem redelijk goed bespelen. Hij is toch nog wel meegaand. Het is natuurlijk wel uiteindelijk zijn werk en zijn passie. Maar hij neemt absoluut dingen van je aan als je hem, ergens advies probeert te geven. Of hem ergens bij probeert te helpen. Ja, wat is het meest favoriete stuk in je kraam hier? Kraam klinkt een beetje oneerbiedig, maar... Ik vind deze heel mooi. En waarom? Ik vind het sowieso, mannen met lang haar, die hebben sowieso altijd al mijn voorkeur. En mannen met tatoeages nog meer. En als dat allemaal samenkomt in één foto en die man zoekt ook nog eens een engeltje, dat is voor mij eigenlijk wel een ultieme combinatie. Dus. Zeg, wat verbeeldt dit? Wij, ik en hij zijn eigenlijk allebei Art. Onze naam is Art. En dit is eigenlijk onze woonkamer. En wij beelden uit dat Art gewoon in je woonkamer kan. En dus een dubbele betekenis. Art is in je woonkamer en art als kunst in je woonkamer. In je woonkamer, slaapkamer.
waar dan ook. Ja, ja. Zeg maar, het heeft ook iets crimineels, moet ik zeggen. Crimineels, hè? Ja, ik ben anoniem nu. Ja, ik kan mijn ogen een beetje zien, maar daar blijft het ook bij. Ja, onzichtbaar als een soort van meubelstuk slash kunstwerk zijn we eigenlijk in de woonkamer. En vandaar dat mensen ook met ons op de bank foto's komen maken. Ja, ik maak muziek. Maak muziek, om het nog even makkelijker te maken. Ja. Je maakt ook muziek. Ja. En, maar doe je dat met dit pakje aan? Nee, dat doe ik met mijn eigen pak. Ja, dit doe ik gewoon... Wat voor muziek doe je? Wat voor muziek maak je? Nieuwe elektronische muziek maak ik, ja. Had je op kunnen zetten hier op de achtergrond? Op kunnen zetten, ja, maar dan gaat het een beetje mixen met de muziek die hier al wordt afgespeeld. Dus dat lijkt me niet echt helemaal een goed idee om dat te doen. Had ik wel graag gewild, maar kon helaas niet. Esthetisch, over esthetiek gesproken, ja. Vindt die schoenen nou niet echt erbij passen? Heb je daarover nagedacht? Nou, dat was meer een keuze. Of we gaan op onze sokken in het pak lopen, of we doen schoenen aan. Had ik van tevoren geweten dat de andere optie sokken was, had ik natuurlijk mijn roze schoenen meegenomen vandaag. Roze schoenen? Ja, matchend bij het pak. Maar ja, dat wist ik helaas niet. Dus ja. Vandaar dat we een beetje uit de toon zijn met onze zwarte en grijze schoenen vandaag. Ja, toen ik het pak net aan had, leek het even alsof ik in mijn blootje liep. Omdat die zo strak om je huid zit. Dus dat was wel even wennen. Ja, je moet wel goed figuur hebben, anders zien ze natuurlijk alles. Ja, precies. Wat vindt u ervan? Nou, strak. Ik heb op afstand even gekeken. Toen dacht ik van, nou, wil ik even horen. Is roze bewust? Roze? Ja, het is roze, omdat het... ja, art is roze. Ja, het is eigenlijk vanuit deze beurs gegaan, hè? Deze beurs, inderdaad. De huisstijl is ook roze. De huisstijl, inderdaad, is roze. Dus vandaar de roze pakken, ja. Voor aparte figuren. Ik vind het heel creatief. Als u nou iets mocht uitzoeken... Ik deel altijd wat uit, dat mag niet, maar als je nou zo de stand overkijkt, wat zou er dan meegenomen worden? Nou, ik vind deze wel heel apart die hier staat, met die vlinders vind ik heel gaaf. Zullen we even zo deze kant op boven? Ja, even samen kijken, ja. Ja, ik vind er hangen wel hele mooie dingen tussen. Epke Zonderland is ook in de aanbieding. Waar is hij? Ja, er zijn nog mensen die kennen hem niet. Wie kent de Epke Zonderland niet? Oh, dat is die afbeelding. Ja, ja. Ziet er goed uit. Lekker lijf, hè? En nou heb ik tenslotte, want ik neem ook zomaar even de tijd. Ja. Hier rechts, het is van dezelfde fotograaf. Die heeft mannen uit de kleren weten te krijgen. Ja. Gekleed en ongekleed. Nou, ik zou het niet per se aan mijn muur hoeven. Ik vind het wel leuk om even naar te kijken. Jij? Jij kan ook geen keuze maken. Nee, maar er hangen hele aparte dingen. Ik ga het eens even goed bekijken, Anna. Ja, maar wat is er nou met die vlinders? Ik nog even ontdekken. Ik vind hem wel heel speciaal. Ja. Goed. Succes. Dankjewel. Als je iets mocht uitzoeken hier, dat is ook zo'n vraag die ik er tussendoor gooi. Wat zou je dan meenemen? Daar zag ik zo'n lamp met heel groot fuck staan. Die zou ik wel... Ja, dat dacht ik al, maar die hangt niet hier.